Het basisingrediënt wat echt het allerfijnste is om in de ecostove te doen, is rijst. En mensen doen dat eigenlijk al heel lang, vroeger in de hooikist. Rijst is natuurlijk maar rijst. En hoewel je natuurlijk verschillende smaken hebt, maar je kan hem ook nog een beetje opfleuren qua kleur. En ik ga er saffraan doorheen doen. En dan vervolgens als topping nog een lekkere bosuitjes. Rijst is een topper om te maken in de ecostoof, want het is echt super handig. Je rijst brandt nooit aan. Je stopt het er gewoon in. Eén deel rijst, anderhalf deel water. En je kan het gewoon laten staan en het komt er helemaal lekker droog uit. Nou, dat is wat je wil met rijst. Het koken van de rijst in de ecostoof is echt heel simpel. Je neemt één deel rijst, anderhalf deel water. Dat breng je aan de kook, een beetje zout erbij en dan natuurlijk een beetje saffraan. Dan laat je het 3 minuten koken en dan zet je het in de ecostoof en dan is het na 45 minuten klaar. Natuurlijk, als je zilvervliesreis neemt, dan is de kooktijd iets langer. En dan moet je ongeveer, als je 7 tot 10 minuten neemt, dan zit je altijd goed. En die gaat dan ook ietsje langer in de ecostoof, minimaal een uur, mag ook weer langer. Dan heb je zo meteen lekker je rijst als bijgerecht, maar het is natuurlijk wel leuk als het er ook nog een beetje aardig uitziet. We hebben hem al geel gemaakt met saffraan, dus dat is hartstikke mooi. Maar we hebben net in de moestuin wat bosuitjes geplukt. Die gaan we even snipperen en die doen we er dan gewoon over. Eet smakelijk!